Hartelijk welkom bij weer een video over de Ortor Laser Master 2 15 Watt Laser Engraver. En dit keer een video waarin we gaan beginnen met voor de eerste keer, en dus is het voor mij ook nieuw, dus vergeef me als het niet gaat zoals het hoort te gaan, het engraven van een plaatje hout. Even een plaatje hout erbij halen. Hier heb ik het. Het is timmerhout van de Gamma, 3 mm dik, het is super licht. En eigenlijk begin ik op de verkeerde manier. Want als je het goed wil doen, moet je eigenlijk van elk materiaal wat je gaat laser engraven of gaat snijden, moet je zorgen dat je eerst een power scale maakt. Power scale wil zeggen dat je een aantal vakjes laat printen, laat engraven. Met verschillende powers, dus verschillende sterkte. Dus power wordt in dit geval gemeten in percentages. Ik denk 15 tot 100% zo'n beetje. En met verschillende snelheden. Het is millimeter per minuut. Verschillende snelheden. Even een klein stukje uitleg daarachter. Je kunt je voorstellen dat als je iets wil snijden, dat die laser flink wat kracht nodig heeft. Dan laat je hem waarschijnlijk ook meerdere keren over dezelfde zaagsnede heen gaan als het ware. En hoe langzamer je dat doet, want het is natuurlijk een brandende straal, hoe dieper die inkerving met de laser zal zijn. Dus dan doe je dat met veel power en je doet het langzaam. Ja? Bij engraven kan het in principe een stuk sneller. Al ga ik nu een middenwaarde gebruiken. Ik heb zeg maar veel video's bekeken, onder andere van LA Hobby Guy. En ik heb daar even een waarde uitgepikken van ik denk van nou dat ga ik doen. Dus ik ga met 1600 mm per minuut. En dan ga ik dat doen met 70% power. Het kan best wel eens zijn dat het veel te veel is. Veel te snel misschien, veel te langzaam, geen idee. Want ik moet eigenlijk zou ik eerst die power scale moeten doen. Maar ja, je hebt zo'n ding gekocht en dus wil je eigenlijk ook wel weten wat die kan en wat die niet kan. Vandaar dat ik begin met eerst een engrave. Daarnaast is het ook nog eens een bijzondere engrave. Want dat is het leuke van deze laser engravers. Is dat zeg maar, er is zo verschrikkelijk veel mogelijk. En graveren op hout, op leer, op tegels. Nou, bedenk het maar. Maar ook die ideeën daarachter, het maken van een klok, het engraven van foto's, naambordje voor op de deur, bedenk het maar. En in dit geval iets heel grappigs, ik ga een landkaart van de wijk maken waar ik woon. En ik denk dat dit typisch van die objecten en die projecten zijn die voor mensen interessant zouden kunnen zijn om bijvoorbeeld iets te verkopen of iets aan te schaffen. Ik ga dat dus nu doen op heel dun hout. Maar in principe zou je dat dus ook moeten kunnen doen op dikker hout. Want bij het engraven maakt natuurlijk de dikte van het hout op zich niet zoveel uit. Wat uitmaakt is de hardheid van het hout. En dat zal dan ertoe leiden tot meer power, misschien minder snelheid of wat dan ook. He, dus zeg maar, dat is op dit moment dus eigenlijk hetgene wat we gaan doen. Dus nadat ik dit gelezen heb, zal ik die power scale gaan maken voor ditzelfde houtsoort. Want dit lijkt me een houtsoort ook qua prijs die redelijk goed te doen is. Ik heb er plaatjes van gemaakt van 20 bij 20. Zo'n plaat kost ongeveer 6 euro. Op dit moment, en hout is schaars, dat weet je. En ik krijg 18 van die platen eruit. Dat betekent dat ik goed 35 cent betaal voor één zo'n plaatje eigenlijk. Daar komt het eigenlijk op neer, zeg maar. Ik ga hem aansturen met Lightburn. Nogmaals, ik heb al eerder in de vorige video verteld dat ik geen video's ga laten zien van Lightburn. Maar Lightburn moet natuurlijk geschakeld worden op jouw laser. En dat is gebeurd. Dus in dit geval, Lightburn herkent mijn laser. En kan dus daarmee aan de slag. Er is nog één ander dingetje, dat wil ik je even laten zien. En daarvoor ga ik even het beeldscherm draaien. En daarna gaan we beginnen met de laser te prepareren voor deze burn. Ik wilde dus nog even één dingetje laten zien wat ik de vorige keer vergeten ben. Je ziet hier aan de linkerkant zie je een stelschroef zitten. En die stelschroef, daarmee kan je die laser omhoog en omlaag. Ik heb wel verteld van dat cilinder, die stalen cilinder die daaronder moet komen te staan. En die moet dus met de bovenzijde tegen de laser aan zitten en de onderzijde op het object wat je gaat laseren. En door die stelschroef kun je dus die hoogte van die laser instellen. Dan kan die dus omhoog en omlaag.
In de meeste video's zie je dat die stelschroef aan de andere kant zit, aan de rechterkant. Maar om de een of andere reden is de houder achterop, die hebben ze eigenlijk verkeerd om gemonteerd. Tenminste, als je ervan uit zou gaan dat die rechts gaat zitten. Nu heb ik daar gisteravond over nagedacht en ik dacht van ja, ik denk dat ik hem toch ga ombouwen. Want dat kan je eraf halen en dan de andere kant op doen. Echt daarbij controle blijkt dat als ik hem nu helemaal naar links schuif, dat haalt hij zo'n beetje. Als ik dat aan de andere kant zou doen, je ziet dat hij ongeveer een centimeter hier uitsteekt aan de linkerkant. Als je dat aan de andere kant zou gaan doen, dan gaat dat niet lukken. Dus om het meeste van je printbed te krijgen, laat ik hem dan toch maar links zitten. Het is niet de ideale positie, want ik ben rechtshander. Maar het is wel een logische positie in dit geval. Nou, dat wou ik je nog even laten zien. We gaan de video klaarmaken. We gaan de camera opstellen. We gaan de laseringever klaarmaken voor het printen. En dan gaan we kijken wat er van komt. Goed, daar gaat hij dan. Om te beginnen gaan we de stekker doen in het stopcontact. Dat is duidelijk. Even kijken. Hij gaat aan, dus dat is mooi. Vervolgens pakken we de USB-kabel en die sluiten we aan de ene kant aan op de Ortour, aan de voorzijde, en aan de andere kant op de computer waarmee we zometeen gaan laseren. Prima. Gaan we kijken naar de laser zelf. Die gaan we namelijk aanzetten met de powerknop. Even een paar seconden ingedrukt houden. En je ziet, hij homed. Goed zo, hij is nu gehomed. En dan gaan we het plaatje hout plaatsen. En in dit geval doe ik dat in het midden. Want ik heb hem op zo ingesteld dat hij op het midden gaat frezen. Even kijken. Misschien tegen de nerf in zoiets, denk ik. Dan gaan we de laser bewegen. In de software kan je namelijk de laser bewegen. En dat gaan we dan ook doen. Heeft hij er zin in? Even kijken. Daar ben ik weer. Want als het goed is, moet hij het nu wel doen. Hij stond niet met het comport verbonden. Ja, en je ziet nu dat we de laser inderdaad kunnen bewegen. Eens even kijken. Ik ga een kabel laten doen. En we zien dat hij nog niet goed op de goede plek zit. Hè? Dat zien we. Er moet ook een fire knop op zitten, als ik het goed heb begrepen. Even kijken waar dat zit. Even zien. Ja, inmiddels hebben we ook de fire button gevonden. Zo, en nou kunnen we dus eventjes omkaderen. In elk geval moet het houten plaatje naar voren, dat is één ding wat zeker is. Even de fire button weer aanzetten. Daar in die hoek. Fire off. Gaan we eerst beginnen met die cilinder eronder te plaatsen. Dus we gaan hem naar beneden draaien. Oh, dat is ook wel grappig, want hij kan niet verder als dit. En lager had ik hem niet kunnen monteren, dus dat is het maximale wat ik hem kan geven. Dat betekent dat ik er iets onder moet gaan leggen. Dat ga ik ook doen.
eventjes kijken wat ik daarvoor heb. Misschien een paar van die plaatjes eventjes. Nu kan ik hem omhoog tillen. En dan draai ik hem vast. En kan vervolgens het blokje eronder uithalen. Dan gaan we hem nog een keer op fire zetten. Kijken wat nu. En want hij moet in dat hoekje zitten, hè. En nou komt er even een lastige, want in feite moet hij ook tijdens dat kadreren moet hij die laser aanlaten. Ik kan nu al wel zeggen dat hij iets naar links moet, zoiets. Ik moet even uitvinden hoe ik die laser aan kan laten op het moment dat ik die een kaderfunctie aanzet. Oké, dit hebben we ook uitgevonden. Je moet namelijk de shift-toets ingedrukt houden op het moment dat je hem laat kadreren. En ondertussen kijk ik even naar hoe het zit met afstanden tot aan de rand. Hij kan iets omhoog en hij kan iets naar links. Dus, ietsjes naar links. En ietsjes omhoog. Kijk hoe het nu is. Nou, voor nu prima. We gaan nu op start drukken en dan gaat hij beginnen met het laseren. Maar ik ga eerst natuurlijk mijn laserbril opzetten. Dat doe ik eerst. En vervolgens druk ik op start. En inderdaad, hij begint. Met een fraaie lijn. Ik ga ondertussen even de deur openzetten. Want laseren brengt natuurlijk brandlucht met zich mee. Goed, ik ga u even verlaten. Zodra het klaar is, kom ik bij u terug. Zo, ondertussen kunnen we even kletsen. Kan je zeggen dat... Met die laserbril op vallen alle kleuren rood weg. Het is een heel raar gezicht, maar het werkt. Als ik binnen ga staan, want ik zit hier in onze serre, in onze wintergarden, wintertuin. Ik heb de serre open, want je ziet van binnenuit, je ziet gewoon de rook opstijgen van het object. Maar hij maakt wel een hele fraaie laserprint. En ik zou best kunnen dat ik dit met lager... met een lagere power ook zou kunnen doen, hoor. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Het is alleen, ik heb hem nu eenmaal hierop ingesteld. En de landkaart is al bijna klaar. Het is overigens een verhaal van maar één keer erlangs. Als ik het zou willen snijden, zou ik dus twee of drie keer over zoiets heen moeten. En zou ik waarschijnlijk ook meer power en langzamer moeten werken. Dus vandaar dat ik ook denk... Dat als ik hem op een hogere snelheid zou zeggen, dat zetten, dat zeg maar die rook wat minder zal zijn. Omdat hij er wat sneller overheen knalt, zeg maar. Maar het ziet er wel heel fraai uit, laten we dat voorop stellen. En ik heb zeer zeker ook de indruk dat dat focussen met die aluminium cilinder ook naar behoren werkt. Ja, dit gaat de goede kant op. Als dit straks klaar is... Dan zal ik hetzelfde gaan doen, maar dan met een power scale. Simpelweg omdat ik dan ook wil weten van hoe zit dat dan met deze, met dit materiaal. Dit is goedkoop en mooi materiaal, 3 mm dik. Het enige wat we gezien hebben is wat jammer is, is dat zeg maar als je het onder op de vloer van deze plaat legt, dan haalt hij het simpelweg niet. En dat heeft een bijkomend nadeel voor mij, want dat betekent dat ik ook niet in staat ben om... Want dat was ik eigenlijk van plan, om het raster te laseren op die witte plaat. Nou, dat gaat never nooit lukken, want zo diep komt mijn laser simpelweg niet.
En hij zit al op zijn diepste stand. Als het goed is, ja, hij zit op zijn diepste stand. Dus hij gaat gewoon niet dieper. Dat betekent dus dat dat raster niet gemaakt kan worden. Maar uiteindelijk hebben we gezien dat we met die kadreringsfunctie ook gewoon, zeg maar, kunnen vaststellen van waar het geprinte object en dergelijke is. Ik zal je straks een stuk het resultaat laten zien hiervan. De keren waarom ik tussendoor had moeten stoppen was simpelweg omdat ik dus niet vertrouwd genoeg ben met Lightburn. Dan weet je dus ook waarom ik dus niet video's ga maken over Lightburn. Want ik stel simpelweg vast dat ik daar te weinig van af weet. En dat zorgt ervoor dat ik niet anders kan als simpelweg leren on the fly. En dat merk je dan ook in zo'n video. Ik zal die video wel ietsjes bijsnijden. Maar er waren een paar dingen. En bijvoorbeeld op het moment dat je die omkadering doet om te zien van waar die dan gaat laseren. Dan zou je dat toch eigenlijk graag hebben ook met de laser aan. Omdat je anders niet kunt zien waar die lasert. Nou, dat heb ik moeten uitzoeken. Daarvoor moet je de shift-toets ingedrukt houden als je die kadrering doet. En wat ik ook heb gezien is dat ik op het moment dat ik zeg maar handmatig ga verplaatsen, dat ik hem dan moet gaan aangeven met hoeveel power die dan die laser moet laten zien. Nou, die heb ik op 1% gezet, zodat die eigenlijk niks brandt. Maar op die manier kan ik wel zien of die laser, waar die laser op dat ogenblik zit, zeg maar. Dat zijn wel die dingen, dat heb ik allemaal moeten uitzoeken even. Ik heb ook wat dingen in de instellingen moeten veranderen voordat hij dat kon doen. Was ik relatief snel achter, maar dat moet ik erbij zeggen. Ik ben redelijk computer-minded. En dat is niet iedereen in de wereld. Dus vandaar dat dat ook best wel een lastige is. Ik zit er nu aan te denken om bijvoorbeeld iets van een kader te maken. En dat met dat kader je je object steeds op dezelfde manier erin kunt leggen. Alleen het nadeel daarvan is dat je dan weer niet verschillende maten kunt gaan gebruiken. Dus het is allemaal een beetje nog gewenning. Wat ik wel kan doen, en dat zou ik weer wel kunnen doen. Ik zou nu, want ik heb hier natuurlijk die houders geplaatst. Ik zou hier binnenin nog weer een plaat kunnen leggen van een juiste maat. Dat zou ik wel kunnen. En als dat een plaat is met, want wat zet ik nu? Dit zal ongeveer een, want het zijn vier platen van 3 mm. Dus dat zijn maar een centimeter. Iets minder dan een centimeter, 0,8 plaat zou moeten lukken, denk ik. En dan kan je dus daadwerkelijk ook die plaat weer graveren. Dus dan zet je het raster wat je in Lightburn ziet. Want in Lightburn heb je dus een scherm met een raster met allemaal vakjes. En die vakjes die vertegenwoordigen 1 bij 1 centimeter. En het zou natuurlijk praktisch zijn en heel goed zijn als je datzelfde raster ook hier onder die laser had zitten. Waarom? Als jij dan zeg maar een object maakt wat 5 centimetertjes van links en 5 centimetertjes van onder zit, dan kan je dat gewoon simpelweg uittellen. Je legt op die plek leg je object neer en dat zou dan overeen moeten komen. Dus dat is eigenlijk de achtergrond waarom ik daarover nadenk. Daarvoor moet ik even iets gaan meten en dat soort dingen meer en kijken of dat helemaal gaat lukken. Ik moet oppassen dat ik het apparaat niet aanraak, maar ik denk dat dat wel zou moeten kunnen. En die zou ik dan bijvoorbeeld kunnen verlijmen hierop. Nou, daar moet ik even naar kijken. Dat is allemaal wel mogelijk, denk ik. Maar daar heb ik weer een plaat voor nodig. En die moet ik dan weer even zien te regelen ergens vandaan. Nou, daar kom ik later wel op terug. Hij is inmiddels begonnen met de tekst te graveren. Want er komt nog wat tekst onder en wat tekst boven. En als het dan klaar is, dan kan je heel simpel met een houtbewerking, zeg maar even zorgen dat bijvoorbeeld de hoekjes afgerond zijn. En dat er geen rare dingen aan de zijkanten keurig geschuurd zijn. En daar heb je dan vervolgens een mooi plaatje voor. Dat krijg je ervoor terug. Oké, ik ga het weer even stopzetten. Ik kom straks bij je terug. Het is klaar, het plattegrond is klaar. En ik moet zeggen, het is subliem. Je ziet dan wel eens bruine randen langs lasers. Maar dat zie ik hier absoluut niet. En dat terwijl ik de hele power scale nog niet gedaan heb. Nou, dat is wel heel bijzonder. Tot zometeen als ik het eindresultaat ga laten zien. Zo, de laser engraver is klaar. Schakelt zichzelf uit. Wat ik wel ruik is een behoorlijke brandlucht hier. Maar dat is logisch, want laseren is branden. En we gaan dat zo ook zien. Want ik zie op het plaatje dat je met name aan de zijkant het net allemaal iets heftiger ziet. Ik weet niet of ik dat goed zichtbaar kan maken. Dit is wat hij allemaal heeft gemaakt. En als je goed kijkt, zie je hier wel een klein beetje brandvlek, zeg maar.
En daar een heel klein beetje. Dat betekent dat dit iets te heet gelezerd is. Desalniettemin ben ik bijzonder tevreden met het resultaat. En voor deze video wil ik het dan ook hierbij laten. Ik ga straks nog een power scale doen. Ik denk dat ik dat ook nog wel even een korte video van maak. Maar dat zien we dan straks. Tot zometeen. Daar.